Engelsman die toch bekend staat op een goede techniek. Hij zette al hoog die bocht in. Goed. Paard nummer 3. We kijken hier naar die zuurstok van Benoît Lemarche. En hij rijdt tegen Geer Karlstad. De schrik zit goed in dit stadion, dat kan ik u verzekeren. Eerst die supertijd van Bokjev, toen die valpartij van Gustafsson. En dat moet zeker bij de deelnemers moet dat aangekomen zijn. Ik zou graag nu bij Vergeer naar binnen willen kijken. Bek haalt beide mannen terug. Wie, zegt Karlstad? Ik. En hij krijgt inderdaad het rode vlaggetje van de man die vlak achter hem staat. Dit is de Canadees. De snelste tijd van de Canadees is 39-17 voor dit seizoen. Duidelijk, en mij ook, en ons allen hier, dat de tijd het laat afweten. Ik weet niet of de Duitsers dat nog goed krijgen. 10-3 is Lamarche zijn opening. 11 rond voor Karlstad. En dat is absoluut... En Lamarche gaat daar ook. Wat is dit? Een dans. Wat fantastisch is dit. Het is kunstrijden. Het is echt grote klasse van Lamarche dat hij dat doet. Maar dit is een hele vrede en vreemde opening van zo'n kampioenschap. Karlstad, 40-09. En ik zeg dat maar op dicteersnelheid voor de vele meeschrijvers. Lamarche, 40-35. 40-09. En hier nog even die Canadees. Hop en staan. Dat is een hele mooie hoor, dit. Ja, ik moet zeggen dat ik het nog zelden heb meegemaakt dat een rijder met val tot een eindtijd van 40.35 kwam. Dat is een uiterst uniek gebeuren. Hoewel de 40.09 van Karlstad voor zijn doen een goede tijd is. Hij had een persoonlijk record staan van 40.03. Hij is geen sprinter, dat is bekend. Maar goed, 40.09 afzetten tegen 37.99, dan weet u wel hoe laat het is.